Begin dit jaar heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd de STMR in Tiel bezocht. De rapporten van de inspectie laten mooie uitkomsten zien. De inspectiedienst, maar ook cliënten en mantelzorgers zijn tevreden en geven aan dat de cliënt centraal staat en kwalitatief goede zorg ontvangt die aansluit bij de behoeften. Daar ben ik in ieder geval als bestuurder ontzettend trots op. En ik vind dat een hele dikke pluim gegeven mag worden aan de medewerkers die zich dagelijks voor onze cliënten inzetten. Het rapport laat verder zien dat cliënten tevreden zijn over de zorg van de wijkverpleging en de onderlinge samenwerking binnen de teams. Toch staat de organisatie onder druk, omdat het moeilijk is om geschikt personeel te vinden. En het is heel erg belangrijk dat wij vooral op zoek blijven gaan naar de goede medewerkers. Mensen ook boeien voor het vak en dat ze heel graag in de zorg willen werken. Maar daarnaast is het ook heel erg belangrijk, vind ik zelf, dat we gezamenlijk, dus tussen de zorgorganisaties onderling, het ziekenhuis, de huisartsen, de verpleegverzorgingshuizen en de thuiszorg, ook heel goed blijven samenwerken en kijken in hoeverre wij medewerkers kunnen koppelen aan klanten. Of ze nou in een ziekenhuis verblijven, of in een verzorg- of verpleeghuis of thuis wonen. En dat de klanten gewoon te maken krijgen steeds met dezelfde medewerkers. Ron Akst van de Raad van Toezicht vindt de samenwerking tussen verschillende organisaties nog niet ver genoeg aan. Dus ik zie dat in deze vorm, zoals ik die graag vormen zie, zie ik die nog niet terugkomen in Nederland. Wel op onderdelen, maar niet in deze vorm. Want dat betekent dat we misschien in de regio Rivierenland een pool aan medewerkers gaan vormen die breed inzetbaar zijn. En steeds de juiste zorg op de juiste plaats aan de juiste cliënt kunnen blijven leveren.